today. You're always on my mind. I never could have predicted. Schap, op ons. Op ons. Op onze vakantie. Proost. Cheers. Lekker. Hey, wat gaan papa en mama doen hier? Waarom dan? Vertel het eens. Omdat we elkaar lief vinden. En als mensen met elkaar gaan trouwen, wat doen ze dan? Wat geven ze dan aan elkaar? Nou, mag ik een kusje bij jou dan? Nee. Ik ga toch niet met jou trouwen? Ik ga met mama trouwen. Ik wil wel een kusje van papa. Ja? Ik ook wel een kusje van mama. Ik wil ook een kusje. Ja? Wil jij ook een kusje? Nou, eerst jij. En dan geef ik mama een kusje. De volgende dag gaan Erik, Natasja en Floor weer lekker het water op. Daar kun je het best genieten van een adembenemende zonsondergang en een glas champagne. Erik is een hele lieve, spontane jongen. Die ook nog eens een keer heel erg sportief is. Hij is echt heel erg lief voor mij en daarnaast ook heel erg lief voor onze dochter. Het is echt super papa. Ja, Natasja is een hele lieve meid die eigenlijk alles heeft wat ik in een vrouw zoek. Is lief, zorgzaam. En gewoon een fantastische moeder voor Floor. Ja, en ik denk dat we ook voor altijd bij elkaar zullen blijven. Omdat we gewoon echt bij elkaar passen. En daar ben ik van overtuigd. Wat verwachten wij van de huwelijksvoltrekking? Eigenlijk gewoon één brok romantiek. Op het strand, buiten, met de blauwe lucht zoals dat we dat nu hebben. En, ja, het lijkt me fantastisch. Ik bedoel, als je nu de eerste paar dagen hier bent. En ja, de relaxedheid, de sfeer, het mooie blauwe, de mooie zee. Ja, ik denk dat het helemaal top wordt. En dan de grote dag voor Erik en Natasja. Natuurlijk is er een visagiste. Want Natasja wil er wel op haar allermooist uitzien. En Erik en Floor bereiden zich ook voor. Ze hebben Natasja vandaag nog niet gezien. Kijk eens. Dat is mooi. Wat is mijn mama? Kijk zo mooi. Dus kijk eens hoe mooi dat is. Hey. Jezus. Mooi. Kitting. Hey. Mama, ik heb een mooie kitting. Een mooie kitting. Ja. Erik en Natasja vertrekken naar Pigeon Point, een van de mooiste plekjes ter wereld. Dit idyllische strand ligt in Crown Point, aan de Caribische kust van Tobago. Hier is alles tot in de puntjes geregeld om ervoor te zorgen dat het een onvergetelijke dag wordt. En dan is het grote moment daar. Dearly beloved, we are all gathered here this afternoon to witness the vows that are to be pledged between Yuga Vistra and Natasja Hovers. Yuga and Natasja come now to be united in this rite of marriage. Yuga, do you take Natasja to be your wedded wife? Yes, I do. Thank you very much, sir. And to you, Natasja, do you take Hugo to be your wedded husband? Yes, I do. Thank you very much. May I have your bouquet, please? These rings are of white gold and is precious. So let your love be your most cherished and earthly possession. By the virtue and authority that is invested in me as a minister of the Word of God and by the laws of the Republic of Trinidad and Tobago, I now therefore pronounce you both as
husband and wife. Come on. Those who God joined together, let no man put asunder, or let no man separate. Am I okay? Yeah, I'm okay. Ik vond het, we waren echt helemaal impressed. Dus echt super was het gewoon. Ja. Echt helemaal top. Yeah, ja, het had niet mooier kunnen zijn. Nee. En een mooi prieeltje en bloemetjes en ja, het strand, de zee. Het was echt de zon die boven aan de hemel stond. Fantastisch. Echt helemaal geweldig. Prachtig plaatje. En zo eindigt een droomreis op Tobago. Als je dan de trouwerij gehad hebt en dan staat daar zo'n fantastische limousine staat op je te wachten. En dan ga je zitten en dan doe je de deur dicht en denk je van, ja, dit is nou echt werkbaar de dag van mijn leven. Van ons leven. Absoluut. Een hele mooie dag. Een vlucht naar Tobago kan je vanaf €269 boeken. En vanaf €799 met verblijf erbij. De vlucht duurt 9 uur en het is plaatselijk 5 uur vroeger. Voor meer info, kijk op dreamtravel.nl. Volgende week maakt Frederik een rondreis door Mexico. Oké, first the lemon. First the lemon. Salt. En go. En zijn we in Cuba met een nieuwe droomreis voor Reinier en Caroline.